Oostenrijk is natuurlijk vooral bekend van de bossen en de vennen. Maar Oostenrijk kent ook een prachtig weidegebied ten noorden van het spoor, Heukelum en Kerkhoven. Veel Oostenrijkers komen er om asperges en plantjes te kopen. Maar in het gebied is heel wat meer te doen. Een aantal enthousiaste ondernemers uit dit deel van Oostenrijk heeft het initiatief genomen om voor families, vriendengroepen en personeelsfeestjes groepsuitjes te organiseren onder de naam Groen, Boer en Doen. Al kuierend over den Hofpad is een van de arrangementen waarbij men wandelend of fietsend het gebied gaat verkennen. Chef Denissen is een van de initiatiefnemers van Groen, Boer en Doen en wij gingen een stukje kuieren met Chef. We zitten hier op Laag Heukelum. Dat zou je eigenlijk niet zeggen als je de omgeving hierheen kijkt. Want dan denk je eigenlijk van, daar is het nog veel lager als hier. En toch is het hier Laag Heukelum. Aan deze kant ligt de Helleputte en hier is de pad die vroeger bij Miep Pieters uitkwam. Als wij gaan kuieren, dan willen wij of door Laag Heukelum of door Hoog Heukelum, maar net waar we terecht kunnen. En we willen eigenlijk al kuierende wat vertellen over het gebied, over de geschiedenis, over de besturen en het project Groen Boeren Doen is voortgekomen uit de groene mal vanuit de gemeente Tilburg. Om de landbouw weer nieuwe economische dragers te geven. En daar is Groen Boeren Doen een nieuwe plattelands toerisme uit ontstaan. Nicole van Hoof van de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, heeft de ondernemers geholpen met het opstarten van deze vorm van plattelandstoerisme. Ik heb ze begeleid en geadviseerd. We zijn met een groepje begonnen. En wat mijn precieze functie is dan zorgen dat ze uiteindelijk zelfstandig verder kunnen. Dus bijvoorbeeld met behulp van een jurist gezorgd dat ze goede afspraken samen hebben gemaakt. Dat de promotie goed geregeld is. Dat ze de juiste stappen zetten om gewoon professioneel over te komen en een goed product neer te zetten. Wij vroegen aan Nicole welk arrangement ze zelf zou willen boeken. Ik denk dat het met de gids vind ik heel leuk. Dat is ook het unieke punt eigenlijk van Groen Boer aan Doen. Hè? Dat je bijvoorbeeld 's morgens een rondleiding hebt en dan met de gids al fietsend of wandelend door het gebied hier gaat. En dan 's middags echt een activiteit doet, hè? Of bloemschikken of potten bakken. Dat je juist een combinatie maakt. Ik denk ja, dat is gewoon heel leuk. Maar de mensen moeten het zelf op de website bekijken en kiezen. Ja. Er is een ruime keuze aan activiteiten. Creaties maken met bloemen en groen bij fluitenkruid. Of hanging baskets maken bij Van de Ven. Een andere mogelijkheid is geweerschieten bij het Gilde Sint-Sebastiaan achter Miep Pieters. Dat wilden wij natuurlijk even proberen. En jawel hoor. In één keer raak. Cameraman Rens had wat meer pogingen nodig. Maar uiteindelijk lukte het hem toch ook. De Oostenrijkse molen mag natuurlijk niet ontbreken in het arrangement Groen Boeren Doen. Bijzonder is dat sinds kort het oude gewas spelt met een T dat weer gezaaid wordt op de bolle akkers, hier in de molen wordt gemalen. Naar de buitenkant gerold worden. We hadden ze in het midden gelegd en nu zijn ze dus naar de buitenkant en dan rollen ze er op een gegeven moment af. Maar ja. We zijn hier niet om die kogeltjes te laten rollen, maar niet om de kogeltjes te... Wat moet er mee gebeuren? Er moet er meel van gemaakt worden. Hè? Nou, die steen, die bovenste steen, die is heel zwaar. Die weegt wel zo zwaar als een auto. Een flinke auto. Wel 1500 kilo. In de Oostenrijkse molen wordt het speldgraan gemalen. En dat speld wordt door een bakker uit Sint-Oederode verwerkt tot allerhande producten. Hij maakt er onder andere speculaas van, vlaaien, ontbijtkoek... En ook speldkoeken. En die speldkoeken, nou die smaken heerlijk. Hij is lekker. Ja. Ook lekker. Kuieren over een hofpad kun je ook heel letterlijk nemen. Tree van Hal gaat met de deelnemers aan het arrangement door zijn eigen tuin de korenbloem kuieren. En dat is hartstikke interessant. Dit is toch niet echt een... Nee, dit is een artisjok. In Frankrijk zitten ze veel meer. Ik heb speciaal deze hier laten staan om van vorig jaar nog te laten zien hoe een volgroeide vrucht is. Dan zie je dus het pluis. Dit is niet te eten, maar de onderste bodem. Die wordt gegeten. En de puntjes van elk velk zo. Hè? Als je zo'n velk afhaalt, die ons des eetbaar. Dan zie je ze zo.
ja. aan zuigen. Ja. Hè? Dat is ja. een lekker ei. Ja. Ja. Goh, ik zie natuurlijk een beetje luis. Hoe haalt u dat nou weg, biologisch? Nou, kijk hier. Oh, de lieveheersbeestjes. Ja. Zet u erop. Ja. Ik ga hier eerst even naar de radijsjes. Ja. Radijsjes, dus iets dus, Ja, en dit zijn de radijzen. Ja. Dat radijzen. Is een beetje het eerste, denk ik, in het voorjaar. Ja, kijk maar, dat er misschien al eentje tussen staat. Dus even kijken of ze klaar zijn. Oh, dat begint wat te komen, kijk. Ja. Primeurtje, hè? Ja. Kunnen ze al eten, ja toch? Ik denk het wel. Beetje zand eraf. Beetje zand eraf. Ja, dat is goed te maken. Ja. Lekker. Lekker? Ja, kom. Lekker. Heerlijk, zeg. Ja. Maar ze hebben ook allemaal verschillende kleuren, hè? Dat geel en dat lichte, bijna wit. Ja, dat lichtgeel, deze die is, die ruikt heel lekker, maar is ook vrij vlug weg. Als ze wit beginnen te worden, dan haal ik ze er meestal uit. En dan komen de knoppen, moeten we hier maar eens kijken. Ja. Oh, dan ja. 6-7 knoppen haal ik eruit en dan de dag erop dan komt er weer eentje door. Ja, dat is wel veel werk, Roos, hè? Ja, maar het is wel een heel dankbaar werk. Ja, want ja, mijn vrouw is er altijd blij mee als ik binnenkom. Ja, je hoeft nooit naar de bloemist. Nee. Als je wat goed te maken nooit. Heeft, loopt hij gewoon naar achter. Ik kan het in de tuin goed maken. Gewoon in de tuin goed maken. Ja. Corine van Baast van Klei Atelier op Stal verzorgt de workshop pottenbakken. Het is echt een oude ambacht wat niet zoveel meer uitgeoefend wordt. Dit is nog echt op de ouderwetse manier, zelf schoppen. Er is best wel wat water nodig om slip in je handen te creëren, anders dan glijdt de klei niet door je handen heen. Ik ga eerst de klei in het midden zetten, centreren. Het ziet er zo simpel uit, dat moeten wij toch ook kunnen. Maar zoals met zoveel dingen, het valt niet echt mee. We vroegen aan Corine van Baast welke reacties ze zoal krijgt na een dagje groen boeren doen. Verwondering. De meeste mensen staan verwonderd wat er eigenlijk allemaal zo dicht onder hun neus is. We hebben een gids, twee gidsen. Die zijn hier al, ik mag niet zeggen geboren en getogen, maar getogen wel. En die weten zoveel te vertellen uit de omgeving over paden, over panden die hier zijn, over hoe iets ontstaan is. Heel veel mensen fietsen dagelijks door Heukelom en hebben niet in de gaten hoe dat de oorsprong eigenlijk is. En dat is heel verrassend hoe ze reageren van, oh, nooit geweten. Ja. Voor informatie over groen boeren doen kunt u terecht bij VVV Oosterwijk.